of we met z'n tweeën een galopje mee kunnen pakken. Ga aan je gang. Zorg dat je buitenbeen, dat is je linkerbeen, iets achter de singel hebt. Binnenbeen op de singel, druk je zo in de galop. Ja, gaan we een stukje proberen. Kijken of dat lukt. En als je denkt vanuit vertrouwen dat het niet erg is, dan wachten we gewoon even. Jezelf een beetje voelen, Liz. Als jij denkt ik durf het, durf je het nog niet, dan zeg je het gewoon. Want we gaan er uiteindelijk naartoe werken. En ik ook wel lekker galopje met Shafi gaat doen. Nou, gaat hard. Een beetje eng. Gewoon, ga je gewoon momentjes eens proberen. Dus als jij denkt, nou, ik ben er nu klaar voor. Ja, en dan voor Carolien. Iets meer van Kelra. Ja. Dan moet hij echt wat meer sprong gaan krijgen, Carolien. Dat hij wat meer aan de achterkant door gaat springen. Ga een keer naar iets naar voren, Carolien. En de baan is ook zwaar, hoor. Ja, daar gaat Carolien. En weer terug naar de draf, Carolien. En hoog. En weer lekker door. Draf. Dat moet je ook zorgen, Carolien. Als je zo uit die galop komt, dat hij niet... Kom maar, Shaf. Doe maar. Ga maar proberen. Nee? Hè? Ja, is goed. Je moet hem ook met je stem even aanmoedigen. Hij vindt het altijd fijn als je lekker tegen hem klets. Goed hoor, jongen. Ja, hij is hartstikke lief voor jou. Hij is echt heel lief. Ho. Nee. Nee, ik ga het niet doen.